Ik zit hier vandaag bij Gerard Endenburg, die mij ontvangt in Rotterdam bij het Sociocratisch Centrum. En Gerard is de grondlegger van de Sociocratische Kringmethode. Ja, ja. Al in de jaren 70 ontwikkeld. Ja. En recent op mijn pad gekomen omdat, omdat ik me meer en meer aan het verdiepen ben in nieuwe manieren van organiseren. En niet in de laatste plaats dingen als holacracy en alle stromingen die nu eigenlijk veel gemeengoeder worden. Maar ja, holacracy is van ons gestolen hoor. Ja, is gestolen? Ja. Ja? Nou, gaan we zo wat meer over, ga ik er wat meer vragen over stellen, zo, wat het verschil is. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Kunt u anders in het kort vertellen wat de methode inhoudt, wat de principes zijn? We hebben vier regels. Hè? Mm-hmm. En de eerste drie zijn eigenlijk de belangrijkste. De consentregel en de kringregel is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan eigenlijk. Mm-hmm. En dan is de vraag, hoe verbind je dan kringen aan elkaar? Mm-hmm. En is de dubbele koppeling ontstaan. Mm-hmm. En punt, dat is het dan. Dat is het. En wat houdt die consentregel in? Consent houdt in, de democratie gaat over meerderheden en minderheden. Mm-hmm. En consent vraagt aan jou, geef je consent aan dat voorstel. Mm-hmm. En dat is het dan. En consent betekent letterlijk volgens mij geen bezwaar, hè? Geen bezwaar. Ja, ja, precies. Oké, helder. En dat is beter dan democratie? Ja, want wat is daar want als je de meerderheid bent en jij zit in de minderheid, ja, dan word je er boos over en dan zeggen ze ja. Ja. Zo is het spelletje nog eenmaal. Ja, 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 ja. En dan kun je met je... Ja. Kun je stenen gooien. Kun je stenen gooien, ja. Nou, goed idee. Ja, zeker. En ik heb ook uw boeken gelezen. En daar gaat u ook al in op de nadelen van de democratie, waarbij meerderheidsbeslissingen de boventoon voeren. Ja. Toch is dat nog steeds hoe we ja veel dingen doen. Ja, alle dingen. Alle dingen? Ja. Ja, frustreert u dat niet? Ja, dat frustreert mij enorm. Oké. Okay. Maar ook andere mensen frustreert het, hè? Ja. Dus okay, ze zeggen steeds, de democratie is negatief. Negatief. En gaan ze ermee door. Dan denk ik, ja. Ja. Geeft u een verklaring voor waarom dat nog steeds weet zo is? Niet. Nee. Weet ik niet. Nee. Dat is een gewoonte die, over heel de wereld eigenlijk speelt. Hmm. En waar wij als koloniën zijn geweest, koloniaal zijn geweest. Ja. Dus de mensen die daar wonen, die noemen ons na. Mm-hmm. En hebben dat dan over de baas en zo. Ja, ja. Nou, punt. Ja, oké. Okay. Ik vroeg me nog wel af, hè? Dus je kan in consent moet je eigenlijk aangeven dat je geen bezwaar hebt ergens tegen. Maar zijn dan alle bezwaren die je maar kan bedenken valide? Alles wat je naar voren brengt is valide. Ja. Maar ik vind dus dat de anderen moeten vragen waarom. Ja. En dan moet je er redenen voor geven. Ja. Punt. En als je zegt, het voelt gewoon niet goed, maar dit is mijn argument. Ja, slecht. Slecht. Want er kan ook niks mee. Nee. Oké. Okay. Dus dan gaan de anderen gaan dan aan jou vragen. Waarom voel je je niet goed bij, uh-huh, dat, uh-huh, bij dat voorstel? Punt. Ja. Totdat dat je zegt van, nou ja, oké, okay, ik heb eigenlijk toch geen bezwaar. Want dat vraag ik dan af wat er dan gebeurt in zo'n situatie. Niets. Nee. Tot nu toe is er niets gebeurd. Mm. In al die jaren ervaring komen we er toch altijd nog uit. Ja. Ja, goed. Mooi. Helder. Goed. Ja. En in het boek lees ik dat sociocratie in principe niet anti-hiërarchisch is. Maar wel. Hiërarchie is logisch. Oké, okay. Ja, het is logisch, ja. 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 Maar je moet de overmacht eruit halen. Stel, ik ben manager van in een bedrijf, hè. Dus het is een groot bedrijf. En ik ben manager en ik heb ben verantwoordelijk voor een afdeling van mensen. En ik kan weliswaar niet de hele organisatie veranderen in mijn eentje. Maar ik heb wel invloed over hoe mijn team en hoe mijn afdeling werkt. Zou ik daar dan ook sociocratie in kunnen toepassen? Dat kan, maar jouw baas, degene die de baas is van de baas van die afdeling, roept. Nee. Die gaat het niet leuk vinden. Nee.
En hoe komt dat dan? Omdat hij de baas is. Ja, ja. En het verrassende is, en daar ben ik mee bezig, het verrassende is dat degene die de baas zijn op dat moment niet in de gaten hebben wat voor kwaliteit er in die kring zit. Oké. Okay. Dus zij moeten dat openzetten. Ja. En ik denk dat daar ergens de oplossing zit. Dat je dus niet moet beginnen bij degene die de macht hebben. Ja. Maar degene die op een gegeven moment in de gaten hebben dat er ruimte is voor beter. Die dus de kennis hebben eigenlijk. Of de expertise hebben. Ja. En niet de macht, maar ja, ja. En Philips, ja, de familie Philips was geweldig. Die wilde dat we, dus ik ben nog bezig geweest met een aantal bedrijven daar. En er waren, ja, een heel stel bedrijven die wilden dat. Mm. En als ik daar binnenkwam, ik heb daar les gegeven ook, over sociologie. Op het moment dat het ertoe deed, deden ze niet mee, hè? Nee? Maar allemaal bang voor die stoelboot, hè? Oh ja? Ze wilden hun positie niet kwijtraken. En wat ik op een gegeven moment ontdekte, welke organisatie ook binnenstapt, er staat altijd een ladder. Een ladder, ja. Maar als even, mag ik toch wel een vraag over Philips, hè? Dus heeft hij daar nog geprobeerd sociocratie te implementeren? Ja. En wat waren de ervaringen daarmee? Nou, degene waarmee ik sprak, dat waren de mensen die in de top zaten van die organisatie. Mm-hmm. Op het moment dat ik dus over hun stoelpoten begon, deden ze niet meer mee. Oké. Okay. Dus ze wilden beter de baas worden. Ja. En ik zei, ja, wat er rondloopt, dat weet je niet, wat er aan intelligentie rondloopt. Maar ja, zo ben ik bezig geweest. En toen was ik op een gegeven moment in Schotland, helemaal bovenin. En er was een van die mensen die wilde dat eigenlijk. En die riep ook naar mij van, hey Gerard, wat doen we nu? En op het moment dat ik dat dus aan de orde stelde, ja, was hij bang voor zijn positie. Poten. Ja, ja, ja. Dus hebben ze gezegd van, nou, dat sociocratie, dat gaan we toch maar niet doen. Dat was eigenlijk waar het op neerkwam. Dus bij Philips werd het niet, is hij, ja, niet echt gelukt om daar... Tegen mij zeiden ze toen van, ja, je organisatie is klein, maar nou ben je grote. Ja, ja, ja. Nou, groter zijn er niet, nee. Volgens mij. Ja, ja. Shell is niet, kan niet groter. Nee, nee. En Philips, ja. Was toen heel groot natuurlijk. Ja. Goed, nou. Zo ben ik rondgehold, de hele wereld rond, joh. Ja? Ja. En waar is het dan, en dat, was dat ook je algemene ervaring, dat elke keer als leiders zeiden van, nou, we gaan het doen, en ze kwamen erachter wat het echt zou betekenen voor hun positie, dan trokken ze zich terug? Ja. Oké. Okay. Waren ze bezig geweest om een stapje hoger te komen. Ja. En dat lukte niet, of zo. Ja. En toen zei ik op een gegeven moment, dat is natuurlijk wel onzin. Okay. Want mensen die rondlopen, die weten het veel beter dan jij het weet. Ja, ja. Ja, dat was even wennen voor ze. Ja. Ging dus niet door. Nee. Dus dat is ons werk nu. Om dat te vertellen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. En wanneer lukt het dan wel? Dat is de vraag die steeds met ons meegaat. En we zitten op het ogenblik, zijn er een stelweg naar een school toe. Mm-hmm. En in Rotterdam. En ja, ze zijn allemaal op zoek naar een betere manier. Mm-hmm. Ja, precies. Maar op het moment dat het eraan komt, roepen ze nee. Nee. En ik vond dat gek in 84, dat als eigenaar van het bedrijf bezat je ook mensen. Mm-hmm. Ik dacht, nou, hoe kan je nou godsnaam mensen bezitten? Ja. Stel nou, je komt te werken bij een sociocratische organisatie als nieuwe medewerker. Terwijl je bent geïndoctrineerd of je bent gewend om op de traditionele manier te werken. Wat is daar dan, is dat dan lastig voor iemand of... Hoe ervaren ze dat? Er zit er hier eentje bij, eentje weg. Die is nu weg. Mm-hmm. Maar die heeft bij de PTT gezeten. Ja.
En die kwam daar dus een baas tegen. En die heeft de universiteit ook afgelopen. En toen zeiden ze tegen hem, als je dat niet doet wat hij zegt, dan word je ontslagen. Mm-hmm. Dus toen kwam hij bij ons binnen. Ja? En toen? En toen ging hij met sociocratie aan de gang. Ja? Heel lang al. Ja. En wat ervaar je dan als je... Nou, bij hem is de ervaring bij hem is dat bij de PTT, of bij elke organisatie eigenlijk, moet je doen wat de baas zegt. Ja. En anders word je ontslagen. Ja. Nou, toen kwam die, hè. Ja. En dan hoeft hij niet te doen wat de baas zegt, want je bent ook eigen... Ook wel. Ja. Ook, daar praten we over. Ja. En als er geen consent is, dan vraag ik dus waarom. Ja. Ja, je krijgt dus erg veel materiaal op het ogenblik van alle mogelijke richtingen. Ja. Maar steeds in de bestaande structuur. Ja. Dat is ook die holocratie. Ja. Is dus in de bestaande structuur. Oké. Okay. En die heeft het van ons gepikt. En vervolgens hebben zij dus... proberen ze dat te verkopen. Ja. En dat lukt ze vrij aardig, geloof ik. Ja. Frustreert u dat niet dan? Ja. Wel? Ja. Ja, want ze nemen de ladders nemen ze mee, hè? Oké. Okay. Hier heb je een ladder van ons. Oké. Okay. Die ziet er anders uit. Oké. Okay. En ja. Dat is het dan. Wat ik ook wel heb begrepen uit mijn begrip uit holacracy en wat ik van sociocratie heb gevonden, is dat veel van de woorden er heel erg op lijken, maar dat holacratie bijvoorbeeld alles rondom de governance en de circles loskoppelt van de personen in de theorie. Hè? Dus een cirkelbijeenkomst in sociocratie gaat over de mensen, terwijl een cirkelbijeenkomst of een governance meeting in holacratie gaat over beschreven rollen die onderdeel zijn van het organisatiesysteem. Ja. En het gaat dus niet, en de mensen vervullen die rollen, maar het gaat dus niet om de mensen zelf. Nee. Wat vindt u van dat verschil? Nou, het verschil is heel belangrijk. Het gaat over mensen. Hmm. Het gaat wel over mensen. Het gaat over mensen, ja. Hmm. En het gaat ook over rollen natuurlijk, maar het gaat in eerste instantie over mensen. Hmm. Dus als er op een gegeven moment een voorstel wordt gedaan, dan zeg ik, nou, als jij consent geeft, dan breng dat voorstel maar in. Mm. Ja. Dan kunnen we erover praten. Ja. En de anderen die vragen dan waarom. Ja. Dus bedrijven hebben behoefte aan mensen die kunnen denken. Ja. En een paar jaar geleden was dat onmogelijk nog. Uh-huh. Was dat niet toegestaan en zo. Mensen die dachten. Oké. Okay. Moeten vooral doen. De managers moeten denken. En dat komt bij elkaar op het ogenblik. Ja. Ja, godzijdank. Ja, ja, ja. Dus wij moeten met elkaar meerwaarde produceren. Ja. Vandaar dat ik nog steeds bezig ben. Ja, nog steeds bezig. U gaat niet met pensioen. Ja. Of gaat u misschien toch met pensioen? Misschien volgend jaar? Nee. Nee. Pensioen is een truc, hè? Ja. Oorlog is een truc. Werkloosheid is een truc. Nee. En wat voor trucken zijn dat dan? Om jou op gang te krijgen. Dus werkloosheid. Dan krijgen ze jou op gang. Je bent werkloos, dan krijg je minder. Oké, okay. Ja. Ja, ben je optimistisch over de toekomst van organisaties en overheden? Ja, want we moeten anders. Hè? Mm-hmm. En dat is wat je hieraan kan lezen. Dat degene die dat geschreven heeft, die wil anders. Mm-hmm. Maar die weet niet hoe. Hmm. En moet beginnen bij die macht. Ja. Ja. Maar hoe verander je dat in vredesnaam? Ja, dat is het punt. Dat is het punt. Daar zijn we nog niet uit. Nee. Nee. Dus het machtsaspect speelt steeds een rol. Mm-hmm. Maar je bent dus wel optimistisch omdat er iets moet gaan veranderen. Maar... heeft ook geen idee hoe dat zou moeten gebeuren. Dus waar is dat optimisme dan op gebaseerd? Op de mens. Op de mens, oké. Okay. En je ziet dus dat overal, op vele plekken in ieder geval, men probeert te onderzoeken of te vinden een weg om het beter te laten lopen. Mm-hmm. En ik zeg, nou, alles wat we zien, links of rechts,
is het zoeken naar beter. Ja. En ik denk dat wij met die machtsstructuur te veranderen, dat de oplossing dat daar ligt. Ja, ja, ja. Maar misschien heeft er iemand iets beters, dat weet ik niet. Ja. Maar de mensen hebben ook behoefte aan niet-autocratische structuren. En als maar voldoende mensen behoefte hebben, dan zegt u dan gaat het een keer gebeuren. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Maar daar gaat nu al 60 jaar overheen, hè? Sinds u bent begonnen met sociocratie. Ja, maar 2000 jaar geleden werd er iemand dan... Ja. Al het hout gespijkerd, hè? Ja. Dat is 2000 jaar dus die tijd... Je moet het in een ander tijdsperspectief zien. Ja. Dus je moet niet over 50 jaar nadenken, maar over misschien wel 500 jaar nadenken. Ja. Oké, mooi. Maar je zit op het ogenblik, nou dat is in de tijd, het is ongelooflijk hoe snel dat gaat. Wat gaat heel snel? Nou, dat er mensen ontstaan die dit schrijven. Ja. Durven te schrijven. Ja, 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 ja. En je vindt het een mooie ontwikkeling? Vind ik een goede ontwikkeling. Ja, ja.